ben gekomen op Schiphol, ga ik eerst me omkleden. En dan kom ik naar beneden, naar de winkel toe, haal ik mijn turflijst op voor het merk waarvoor ik werk. Omdat gedurende de dienst moet je je verkoop bijhouden. En dan vervolgens dan ga ik de winkel in om het merk waarvoor ik werk te promoten. Ik pak nu blotters erbij, zodat ik de nieuwe geur kan opsprayen voor mensen. En dat ik die kan uitdelen aan ze, zodat ze de nieuwe geur kunnen proberen. How would you like to try a new perfume by Clinique? It's a summer fragrance. There you go. You're welcome. Het is de bedoeling dat eigenlijk iedereen die de winkel binnenkomt, wij in contact brengen met dit merk. Niet dat ik hier als een of andere neandertaler mensen probeer te dwingen om mijn merk te kopen. Je wilt wel dat mensen het op een natuurlijke manier van mij aannemen. Dus voornamelijk vind ik het uitdagendste wel dat je gewoon eerlijk blijft. En toch op een subtiele manier mensen in contact wil brengen met jouw product. If you like a light texture, I would stay with that. Yeah. Het is niet alleen maar verkopen en mooie praatjes wat we doen. Het is natuurlijk ook belangrijk dat we kijken hoe we een promotie beter kunnen laten verlopen. En dat kunnen we dan ook doen naar aanleiding van de cijfers die wij doorgeven aan kantoor. Die analyseren dat dan natuurlijk ook om te kijken hoe we ervoor staan. You like to try a bit on your skin maybe to see how it feels after 15 minutes on your skin. The perfume becomes different. Ik heb één keer een dame geholpen die uit Zuid-Afrika kwam. En soms merk je dat je een klik met iemand hebt. Haar hele levensverhaal kreeg ik te horen. Maar ik had zo'n leuke klik met die vrouw dat ik echt dacht, oh, ik zou je echt als mijn oma willen. En zij zei ook echt tegen mij, oh, ik zou je echt zo als mijn dochter willen. En toen gaf ik ook aan van, nou ja, ik heb al een moeder, maar ik ben nog wel op zoek naar een oma. En toen kwam zij ongeveer een half uur later teruglopen. En toen heeft ze me haar businesscard gegeven van, nou, als je ooit op reis wilt naar Zuid-Afrika, ben je van harte welkom bij. En juist het contact dat je hier hebt met mensen van zoveel verschillende nationaliteiten en met zoveel verschillende verhalen is gewoon elke dag een beleving als zich.